Nederland leven veel mensen en dieren samen. Om de gezondheid van mens en dier te beschermen, volgen we de gezondheid van dieren op de voet. We willen continu inzicht in hoe het met de gezondheid van onze dieren gaat. Daarom startte de GD in 2002 samen met de overheid en het landbouwbedrijfsleven een nieuw systeem. De diergezondheidsmonitoring. Die aanpak staat nog als een huis en veel partijen, zowel binnen als buiten de agrarische sector, zijn er dagelijks bij betrokken. Goede en bovenal tijdige informatie over diergezondheid geeft de mogelijkheid om direct in te grijpen. Ook helpt de monitoring bij het maken van beleid om gezondheid, dierwelzijn of voedselveiligheid continu te verbeteren. Nederland is een wereldspeler in de voedselvoorziening door de grote export van landbouwproducten. Om deze positie te behouden is het nodig om te voldoen aan de regelgeving die landen hebben op het vlak van diergezondheid. Een goed imago ten aanzien van diergezondheid en dierwelzijn is onmisbaar. Monitoring helpt ons hierbij. Om de diergezondheid op een adequate wijze te monitoren, is het nodig dat de GD signalen krijgt. Die signalen komen binnen via diverse kanalen als telefoontjes, digitale data, monsters en gestorven dieren. Veel signalen zijn afkomstig van dierenartsen en veehouders. Daarnaast leveren bedrijven als CRV, Qlip en Rendac belangrijke data. We zijn op dit bedrijf elke dag bezig met de monitoring van de gezondheid van de koeien. Het begint namelijk hier bij een goed product leveren. En daarnaast is het zo dat hier ook de signalering begint voor de verdere keten. Monitoren is heel belangrijk en ik denk dat een dierenarts daar een grote rol in heeft. Omdat wij op meerdere bedrijven komen. Dus wij zien op een gegeven moment dat er in een bepaalde regio iets voorkomt wat vreemd is. En dat kunnen we doorspelen naar een GD, naar een veekijker. Dierenartsen, veehouders en andere belanghebbenden kunnen contact opnemen met de GDV-kijker als ze allerhande vragen hebben over diergezondheid. Enerzijds krijgen zij daardoor een antwoord op hun vraag en aan de andere kant kunnen wij die signalen gebruiken voor de monitoring. En hierdoor kunnen wij snel signalen oppikken uit het veld. De patholoog stelt de ziekte of doodsoorzaak vast van het dier aan de hand van visuele beoordeling en gericht laboratoriumonderzoek. Daarnaast houden we ook een vinger aan de pols wat betreft in Nederland niet voorkomende aandoeningen. En daarnaast kunnen we door middel van pathologisch onderzoek ook aandoeningen op het spoor komen die we nog niet kennen, de onbekende aandoeningen. Als epidemioloog doen we data-analyse op het gebied van diergezondheid om zo trends en ontwikkelingen in de tijd te volgen. De GD rapporteert haar bevindingen per kwartaal of indien nodig direct aan de overheid en het landbouwbedrijfsleven. Zij besluiten of vervolgstappen nodig zijn, zoals extra onderzoek, communicatie of beleidsaanpassingen. De GD adviseert hierbij. Bij een mogelijk risico voor mensen wordt samengewerkt met humane gezondheidsorganisaties. Dit gebeurt onder andere in het signaleringsoverleg Zoonozen. Zo komen zowel de bevindingen als de expertise vanuit de humane als veterinaire monitoring samen. De monitoringsinformatie die de GD verzamelt is belangrijk voor dierenartsen en veehouders en tal van andere partijen. Daarom deelt de GD deze informatie op allerlei manieren met betrokkenen, zowel binnen als buiten de sector. De afgelopen 10 jaar zijn door de diergezondheidsmonitoring veel uitbraken en aandoeningen in een vroeg stadium opgespoord en is het mogelijk geweest snel maatregelen te nemen. Kortom, monitoring van diergezondheid werkt. En laten we niet vergeten, de bevinding die het meest wordt gedaan vanuit de monitoring is dat het in Nederland heel goed gaat met de diergezondheid. Monitoren van diergezondheid betekent samenwerken. Dagelijks gebeurt dat door tienduizenden veehouders, duizenden dierenartsen en honderden medewerkers van organisaties en onderzoeksinstituten. Dat allemaal met een gemeenschappelijk doel. Gezonde dieren, gezonde producten, gezonde mensen. Samen werken we aan gezondheid.